In Kruispunt TV aandacht voor jong dementerenden in het kader van Wereld Alzheimerdag. Geef mij je angst, ik geef je er hoop voor terug. Ik zal ze nooit in de steek laten. Dat heb ik vanaf het eerste moment dat ze dat te horen kreeg. Toen maakte ze zich daar druk om. Ik zei, nou, zo hoef jij niet bang voor te zijn, want ik zei, zal tot de laatste snik zal ik je verzorgen. He? En als je iets belooft, moet je het waarmaken ook, vind ik. Zo zit ik nou helemaal in elkaar. Nou, zeg. Dat is wel leuk, hoor. Nou, dat zijn de ogenblikken, dat doe je daarvoor. Veel praten, elkaar vasthouden. Huilen. Dat is dan toch, ja. Wanneer je dat samen kan, is dat toch wel, ja, het is toch een beetje delen wat je doet. Maar het lost nooit wat op, het wordt alleen maar erger. Je zou hem de katholieke tegenhanger van Major Boshart kunnen noemen, pater Jan van Kilsdonk. Steun en toeverlaat van studenten en aidspatiënten. Het geheim was dat hij vertroosting bracht. Dat is moeilijk hoor, vertroosting brengen. Jarenlang is van Kilsdonk, vaak tot diep in de nacht, te vinden in studentenflats en homokroegen hier in Amsterdam. Altijd aanspreekbaar voor mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor of een woord van troost. Dat nabij zijn aan mensen die nabijheid zoeken, dat was het voor hem. Vanaf 10:30 wandel ik gewoonlijk door de binnenstad. Dus daar rondom het Leidseplein, de Leidsestraat enzovoort, het Spui. En ontmoet overal mensen die mij aanspreken. Ik spreek trouwens nooit iemand aan. Ja, hij kon goed luisteren, ja. Een nieuwe serie over het bijzondere werk van het Leger des Heils. Het wonder in de ander. Ik ben Edo, alcoholist. Hoi Edo. Verslaving is een chronische ziekte, je komt er nooit meer vanaf. Ik geef niemand de schuld. Ik ben degene die de keuze gemaakt heeft om te gaan gebruiken. Dit is niet het einde van de wereld, ik ben 29. Ik heb nog alle kansen en daarom zit ik hier. Op Nederland 1, drama's die nog steeds pijn doen. En als je de details weet met wat er allemaal met haar gebeurd is, dat gaat nergens over. Ze is gewoon helemaal afgeslacht. Ze werd woensdagavond badend in het bloed gevonden door haar echtgenoot die uit zijn werk kwam. Toen de moord gebeurde, waren de kinderen boven in bed. Milou heeft wel eens wat losgelaten, als mama heeft horen gillen. En als je iemand om het leven wil brengen, dan doe je dat met 1 steek, 1 kogel. Maar niet met 70 messteken. Ik denk, nou, die staat binnen een week weer buiten. Je kunt je eigen vrouw toch niet vermoorden, dus... Ik heb meteen gezegd, doe nou maar rustig en ga maar mee, want dan ben je ook zo weer terug. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die laatste momenten van Kat, die stonden getekend in haar gezicht.